Nou, snel door naar de... We gaan snel hebben over wat is een apostolische gemeente. Ik heb begrepen dat jullie het over cultuur van eer hebben. Nou, daar gaat het eigenlijk ook over. Laten we gewoon eens... Ik geloof dat jullie de Bijbelteksten projecteren, klopt dat? Oké, nou. Ik pak eventjes mijn brilletje. Psalm 132, vers 13... Kijk eens, nou, oh, de MBV, nou, ik had MBG, maar het was al... Nou, lezen we dit gewoon even voor. De Heer heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd. Dit is voor altijd mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen. Heel goed, de volgende. Dat is in Efeze 2, vers 19 en 22. Zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel, die gewijd is aan hem, de Heer. Wat een mooie tekst. Was er nog een vers 20? Ja. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats, waar God woont, door zijn geest. Nou, en dan nog een laatste. Dat is Hebreeën 8, vers 5. Let erop, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. Nou, dat laatste, dat was God die tot Mozes sprak toen hij van de berg Sinaï afgedaald was. En hij had op de berg had hij een blauwdruk gezien, een tabernakel. Hij moest een tabernakel bouwen. Wie weet wat een tabernakel is? He, dat is de tent van samenkomst in de woestijn. Dat was eigenlijk de voorloper van de tempel. Nou, hij kreeg de opdracht van God om de tabernakel te bouwen. Maar, zegt God tegen Mozes, je kunt daarin niet, zeg maar, artistieke vrijheid nemen. Je kunt dat niet doen op de manier zoals jij het wil. Ik wilde die tabernakel helemaal volgens de blauwdruk gebouwd wordt die ik je heb laten zien op de berg. En Mozes, als echt de dienaar van God, deed het ook precies op die manier. Nou, dat is, wil ik je, ik geef je dat gewoon eventjes alvast, maar we gaan vandaag hebben over wat is een apostolische gemeente en wat is de relatie tussen de apostolische gemeente en de cultuur van eer. Cultuur van eer, dat weten we allemaal, tenminste ik hoop dat je het allemaal begrijpt, dat heeft te maken met respect. Respect voor de ander, maar ook respect voor jezelf, maar bovenal heeft te maken met respect voor God. Amen. Laten we eerlijk zijn, in dit land is het heel lastig om respect te krijgen voor God onder de mensen. Veel mensen denken dat God gewoon niet bestaat. En als hij bestaat, dan is hij heel ver weg. Dan heb je ook mensen die heel veel respect hebben voor God. En nauwelijks God nog vader of papa durven te noemen. En dan heb je mensen die hebben wel een relatie met God. Geloven ook dat God, God hun papa en hun vader is. En zien zichzelf ook echt als een kind van God, diep in hun hart. Maar bij hun is niet echt respect voor God. Ze zien Jezus meer als een vriendje. En het is uit balans, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk wil God onze vriend zijn. Maar laten we eerlijk zijn, God is natuurlijk wel gewoon God. Ja? Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij was er lang voordat jij hier op de aarde kwam. En zal ook blijven, zolang nadat jij al vertrokken bent. Hij is God. Maar er is één ding wat we zien in de Bijbel. God almachtig, zo groot. Hij, zijn wezen, dat kan niet eens bevat worden door het hele universum. Zo groot, zo machtig is hij. Die grote God, die wil wonen onder de mensen. En als je kijkt naar de Bijbel, dan is dat het grote thema. Sommige mensen proberen allerlei wetenschappelijke vindingen uit de Bijbel te onttrekken. En er zitten inderdaad echt wetenschappelijke dingen in. Dat is zo. Maar je moet kijken naar waar de nadruk op ligt in de Bijbel. Dat is echt belangrijk. Want waar God heel veel nadruk op legt in de Bijbel, dat vindt hij ook heel belangrijk. En dat blijft hij ook herhalen naar de mensen toe. Zo zijn wij toch ook. Als we iets belangrijk vinden, dan blijven we het toch herhalen. Waar of niet? Nou, hetzelfde, dat geldt natuurlijk ook voor God. God spreekt door zijn woord. En datgene wat hij telkens herhaalt, dat is belangrijk en daar moeten we vooral naar luisteren. Al die andere dingen moeten we ook naar luisteren, maar het staat allemaal in het licht van het ene ding van wat God telkens weer benadrukt.
Er is één ding wat hij telkens zegt, van ik wil onder de mensen wonen. Dat zien we al in de Hof van Eden. Wat gebeurt er? Daar schept hij Adam en Eva. En wat doet hij? In de avondkoelte komt hij wandelen met Adam en Eva. Is dat niet fantastisch? Adam en Eva zijn de hele dag bezig geweest en hij wil aan het einde van de dag wil hij met ze praten. Hij wil gewoon uitwisselen. Oké, Adam, wat heb je vandaag gedaan? Hey, vertel eens wat je hebt gezien. Hij wil gewoon communiceren, want hij wil wonen onder zijn volk. En dat zie je later weer opnieuw. Dan zie je gewoon dat hij Abraham kiest en dan wandelt hij met Abraham. En vanuit Abraham komt natuurlijk Isaac en Jacob ontstaat een volk. Die gaan naar Egypte en dan worden ze uit Egypte geleid. En wat doet God dan? Dat is een van de eerste dingen. Hij zegt tegen Mozes, bouw een tabernakel. Waarom? Want hij wil wonen onder zijn volk. Dat is een beeld van Gods volk waarin God zelf in het midden is. Ze woonden allemaal in tenten. God zegt, dan ga ik ook in een tent wonen. Want ik wil één zijn met jullie. En dan zien we later David die zegt, van: ik wil dat God niet meer in een tent woont, want God is een groot en een mooi gebouw waardig. Hij behoort gewoon in een mooi gebouw te wonen. En dan hebben we Salomo die dan de tempel bouwt, in dezelfde opbouw eigenlijk als de tabernakel, dezelfde indeling. En dat wordt een prachtige tempel, iedereen is van onder de indruk. En dan weten we ook dat die tempel op een gegeven moment verwoest wordt. Dan wordt hij weer herbouwd door Zerubabel. Dan wordt hij weer afgebroken door Herodes. En dan in de tijd van Jezus hebben we opnieuw de tempel. En dat is dan de tempel van Herodes. En dat is een van de grote wonderen van die tijd. Dat was eigenlijk het grootste en het mooiste gebouw van zijn tijd. En toch bestaat die tempel niet meer. Dat weten we allemaal. Die tempel is totaal verwoest. Het enige wat we nog hebben is een soort muur. Maar dat is niet eens deel van de oorspronkelijke tempel. De tempel zelf is totaal weggevaagd. En misschien vraag je je af, van, hoe kan dat dan? Nou, het dak van de tempel was bekleed met goud. En Titus, die Jeruzalem in 70 na Christus belegerde, die wilde niet dat de tempel in brand werd gestoken, maar het gebeurde toch. En wat er gebeurde er? Het goud ging smelten, dat liep tussen de stenen door naar beneden, en toen kwam het woord van Jezus uit, dat geen één steen op de andere steen zou blijven staan, want die Romeinse soldaten, die dachten van, we wrikken al die stenen weg, zodat we dat goud wat onderaan die stenen ligt, gewoon mee kunnen nemen naar huis. Dat was voor hun gewoon plunder. Zij werden op die manier rijk. Die soldaten die vochten niet voor een ideeel doel, hoor. Die zorgden gewoon voor soldij en voor al dat mooie spullen die ze mee konden nemen van het slagveld. En zo is de tempel van Herodes uiteindelijk totaal vernietigd en weg. En toch is God daar niet rouwig om. God vindt het helemaal niet erg dat het stenen gebouw weg is. In feite, als je de Bijbel heel goed bestudeert, dan staat er dat het Gods idee was om die tempel weg te doen. Dat staat ook heel duidelijk in Hebreeën. Hebreeën is geschreven een paar jaar voor de vernietiging van Jeruzalem. En daar staat er heel duidelijk van, dit moet verdwijnen. Waarom? Omdat er iets nieuws aan zat te komen. God wilde namelijk nog steeds wonen onder zijn volk. En niet in één gebouw, op één plek op de aarde. Nee, hij wilde onder alle volkeren wonen. Overal waar we mensen zijn, wilde hij wonen. En dan vraag je natuurlijk af, maar hoe doet hij dat dan? God is toch overal? Op welke manier woont hij dan? En daar kom je uit bij de plaatselijke gemeente. Daar kom je uit bij Park City Church. Dit is waar God wil wonen. Halleluja. Dat is goed nieuws, hè? Dit is niet zomaar een samenkomst. Dit is een huis van God. En dit is een huis wat in opbouw is. Geloven jullie dat? Ervaren jullie wel eens God in je midden? Als dat niet het geval is, dan moet je bidden. Dan is het iets niet goed. Maar de plaatselijke gemeente, dat hebben we net gelezen in Efeze 2, is Gods plan voor de wereld. God wil de hele wereld bereiken, iedereen. Hij zal het niet doen door een losse evangelist hier en daar. Hij zal het niet doen door een heel mooi boek. Hij zal het niet doen door misschien een paus of iemand anders. Hij zal het doen door de plaatselijke gemeente. Hij zal het doen door een groep mensen die op het goede fundament staan met elkaar en met elkaar verbonden zijn in liefde en in trouw en in dienstbetoon. En waar God van kan zeggen van, wauw, dat is mijn huis. Hier voel ik mij thuis. En dat is eigenlijk een vraag. Van, voelt God zich wel thuis in Park City Church? Absoluut. Ja? Oké. Okay. Ik dacht van, ja, ik ga het even aan God zelf vragen. Voelt u zich wel thuis hier in Park City Church?
Maar dat is een... Je weet zeker. Oké, okay, nou goed. Je hebt net leren profiteren genomen. Dus ik zal... Het zal wel zo zijn dan, hè? Ja. Heel goed. Maar de vraag die we ons allemaal moeten stellen van... Voelt God zich echt thuis? Want je mist je doel. Je kunt je doel missen als kerk. Je kunt je doel missen als mens. En ik denk dat we daar heel veel voorbeelden van zullen zien. Ook in de media. Mensen die helemaal... Ja, gewoon het helemaal missen. Maar je kunt je doel ook missen als kerk. Je kunt jarenlang met elkaar optrekken. Gewoon gezellig hebben met elkaar. Mooie dingen doen. Prachtige liederen zingen. Inspirerende preken luisteren. En toch dat je je doel mist als kerk. En dit is een heel kritisch ding. Want het is niet vanzelfsprekend dat je als kerk je doel gaat bereiken. Terwijl God wel een duidelijk doel heeft, zul je als kerk een soort verbond met elkaar moeten sluiten van wij gaan gemeenschappelijk, als geloofsgemeenschap, ons verbinden aan dat doel wat God heeft voor ons als kerk. Nou, sommige mensen zeggen dat het doel van de kerk is dat er heel veel zielen tot geloof komen. Nou, dat is zonder meer een doel, maar dat is niet het hoofddoel. Andere mensen zeggen van ja, het doel van de kerk is dat iedereen binnenkomt en genezing ervaart. Herstel ervaart. Dat relaties weer in orde komen. Dat gewoon mensen maatschappelijk weer de zaak op orde krijgen. Heel belangrijk, maar niet het hoofddoel. Andere mensen zeggen, ja, het doel van de kerk is dat wij gewoon zitten en dat we de Bijbel leren. En dat we gewoon begrijpen wat er staat in de Bijbel en dat we dat gewoon goed doen. Dat we goed omgaan met het geld van de kerk en met onze levens, dat we gewoon goed plannen. Dat is de kerk. We moeten gewoon zorgvuldig met alles omgaan en God echt kennen vanuit de Bijbel. Dat is zeker belangrijk en ik geloof absoluut in de superioriteit van het woord van God. Maar dat is niet het hoofddoel. Want er zijn heel veel theologen die de Bijbel bestuderen, maar hebben geen relatie met God. Dus dat is niet het allerbelangrijkste. Ook al is de Bijbel belangrijk. En er zijn weer andere mensen, ja, maar het enige wat belangrijk is dat wij gewoon tijdens de aanbidding dat we God ervaren. Dat ik een indruk krijg van God en dat ik gewoon echt heerlijke koude rillingen over de rug gaan. Halleluja. Een ervaring met God, dat is wat ik wil. Het is allemaal prachtig, want we mogen God ervaren. Maar ik kan je dit zeggen, God heeft een doel. En dat doel is dat dit huis een huis is waar Hij zich thuis voelt. Halleluja. Heb je er wel eens over nagedacht dat het niet belangrijk is hoe jij je voelt in de kerk? Het is helemaal nieuw. Het is totaal onbelangrijk hoe je je voelt in de kerk. Het maakt niet uit of jij je slecht voelt in de kerk. Soms moet je jezelf slecht voelen in de kerk. Absoluut. Als er zonde is in je leven en de predikant die spreekt en die spreekt jou aan op die zonde, dan voel jij je niet lekker. Maar dat slechte gevoel heb jij nodig om te veranderen. Je hoeft je niet per se goed te voelen in de kerk. De kerk hoeft niet feel good te zijn. Dat is niet nodig. Wat we soms nodig hebben is eventjes een pijn. Pijn is een goede reden om te veranderen, of niet? Ja, dat weet ik wel. Pijn is een hele goede reden om te veranderen. Ik heb zelf een keer gebeden van, Heere, verbreek mij. Een dom gebed moet je niet bidden als je pijn... Ja. Ja. Heer, ik kom er niet uit. Ik denk dat u mij moet verbreken. Nou, ik heb het geweten. Maar weet je, een week later, toen realiseerde ik mij van, dit is zo'n bevrijdend gebed. Toen ben ik dat gewoon continu gaan bidden. En God heeft zoveel dingen uit mijn leven gehaald. Simpelweg door het gebed van, Heer, verbreek mij. Een ander gebed wat ook gewoon pijn doet, is van, Heer, help me om het te bekeren van zonde in mijn leven. Wauw, dat doet soms even pijn, maar korte termijn pijn, lange termijn plezier. Halleluja. Ik heb ook in de drugs en de verslavingszorg gewerkt en daar, dat is gewoon de... Wat is drugs gebruiken of een andere vorm van verslaving? Korte termijn plezier, lange termijn pijn. Maar Jezus volgen is korte termijn pijn, lange termijn plezier. Halleluja. Is dat niet geweldig? Dus je moet soms kiezen voor de pijn. Je moet soms kiezen voor het rotgevoel. Je moet soms kiezen voor de zelfdiscipline. Gewoon een keuze maken. Zeg, Jezus, ik wil dat doel bereiken wat u voor mijn leven gesteld. Wij als gemeenschap willen dat doel bereiken. En we zijn niet bang om een beetje pijn te lijden. Financiële pijn mogen we ook lijden. Het is goed om te investeren. God ziet jouw portemonnee. God weet wat er staat op jouw spaarrekening, als dat nul is.
God mag gewoon. Ik heb een keer een situatie gehad. Er was een grote evangelisatiecampagne. En er werden echt grote bedragen gewoon waren nodig. En ik dacht van, oh, het zou zo mooi zijn. En ik was zo enthousiast voor alles wat God deed. En weet je, in je jeugdig enthousiasme kun je soms echt de juiste beslissingen maken. Wist je dat? Sommige mensen zeggen, ja, als je jeugdig enthousiasme, dan maak je allemaal domme beslissingen. Dat is niet zo. In je jeugdig enthousiasme, in Jezus, kun je soms de juiste beslissingen maken. Dus ik was zo enthousiast over wat God ging doen. En ik dacht van, ik heb nog 5000 gulden staan. Dat was voor in het gulden tijdperk. En toen denk ik van, ik ga 5000 gulden geven. En ik gaf die 5000 gulden. En toen kwam er een broeder naar mij toe en zegt van, God gaat jou vergoeden wat jij gegeven hebt. Hij wist niks van die 5000 gulden. En ik zeg van, oh, ik denk van, wauw, dat is bijzonder. Een maand daarna of zo, 2 maanden daarna, erfde ik 5000 gulden. Ik wist niet eens dat ik het zou krijgen. Weet je, maar ook al als ik die 5000 gulden niet had gekregen, had ik het ook gewoon met blijdschap gegeven. Weet je, God weet waar je staat, financieel. Wees niet bang om een beetje pijn te lijden, te willen van het huis van God. Wees niet bang. Het geeft niet. Als je een keer die mooie jurk die je hebt zien hangen, dat je dat pas een maand later kan kopen. Je hoeft niet, die impuls inkopen zijn niet nodig. Is toch zo? Je hoeft niet altijd. En als je zit te internetten van, oh, dat is wel heel erg leuk. Even toetsen, ja, ideal, klaar, hopla. Hoeft niet. Je mag het uitstellen. Die 100 euro, die mag je ook gewoon de kerk geven en de volgende maand ga je het gewoon betalen. Geen probleem. Mag. Het is geen verplichting om je geld uit te geven aan bol.com of aan Albert Heijn. Dat hoeft allemaal niet. Je wordt natuurlijk voortdurend, worden wij getraind van de televisie, van geef aan bol.com. Ja, heb je geld over, geef aan bol.com. Of ren nu naar Albert Heijn, de Hamsterweek. Oh, ik moet naar Albert Heijn, de Hamsterweek, Hamsterweek. Ja, we worden een voortdurende opvoeding. Hè? We worden als Nederlands opgevoed om ons geld uit te geven op bepaalde plekken. Ja, oké, wat is er nu? Oh, ik moet nu deze mooie auto moeten kopen. Ik hoef pas in 2019 hoef ik te gaan afbetalen. Oh, wat geweldig. Oh, ik ren nu naar de Renault dealer. Ja, we worden opgevoed. En ondertussen zegt de Bijbel, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere ontvang je bovendien. Als je rust wil in je financiën, en ik weet niet waarom ik hierover praat, want ik was het echt niet van plan. Als je rust wil hebben in je financiën, maak er een punt van tussen jou en de Heere om het eerste deel van je inkomsten aan God te geven. En hoe geef je dat? Door het gewoon te investeren in zijn huis. Niet in de uitbreiding van de keuken die je wil hebben. Investeren in het huis van God en je zult zien. En ik profeteer, God gaat getuigenissen geven aan deze kerk van wat er gebeurt als je de financiën die je van God krijgt als eerste investeert in het huis van God. En Remco heeft niet gevraagd of ik daarover wilde prediken. Ik voel gewoon dat ik daar het over moet hebben. God wil gewoon dat je het huis van God voorop stelt. En waarom? Omdat dit een plek moet zijn waar hij zich thuis voelt. God wil een plek hebben in Heerlen waar hij zich thuis kan voelen. En wie gaat dat doen? Dat gaan jullie doen. Juliette en ik gaan terug naar Haarlem. We zullen af en toe voor jullie bidden. Maar jullie zullen hier een huis moeten bouwen waar God zich thuis voelt. Nou, er zijn allerlei mensen in de kerk. U weet dat, hè? Je hebt mensen zoals Remco, die is heel actief. Ik vergelijk het wel eens met een voetbalwedstrijd. Je hebt de voetballers. En dan heb je natuurlijk een heel tribune vol met allemaal toeschouwers. En dan heb je een aantal skyboxen. En wat zit daar? Daar zitten onder andere journalisten. En dat zijn de criticasters. Dat zijn de mensen die altijd kritiek hebben. Niet alle journalisten trouwens, zijn ook echt leuke journalisten. Maar als Oranje speelt, nou, dat is misschien niet zo, de Oranje dames, als Oranje dames spelen, ja, zult daar even op hebben. Beter voorbeeld. Ze hadden net met 5-0 gewonnen, nou, dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar goed, er zat trouwens niemand daar op de tribune, dat viel me ook nog eens een keer op. Maar je hebt natuurlijk voetballers. En het is leuk om te voetballen. Wie heeft hier vroeger aan sport gedaan? Ja, kijk eens. Ik deed een voetbal. Ik wil zelf voetballen. Het is veel leuk om zelf te voetballen dan te kijken. En je hebt natuurlijk een heel veel mensen op de tribune. Je hebt mensen die gewoon kijken. Dat zijn echte sportliefhebbers.
Ze vinden het heerlijk om te kijken naar sport. Maar ze doen er zelf helemaal niks aan. Maar ze zijn er echt, het is entertainment. Ze genieten er gewoon van. Fantastisch om het allemaal zo mee te maken. En dan heb je natuurlijk de journalisten. Je hebt de echte Telegraaf voor, journalisten, die zijn echt altijd enthousiast. Met je vette koppen. Oranje is net niet gelukt. Of je hebt een Volkskrant-journalist. Ja, ze hebben wel met 5-0 gewonnen. Maar de verdediging die functioneert toch niet eigen naar behoren. En het was geen mooie wedstrijd, want er werd niet netjes overgespeeld. En je hebt ook hele negatieve journalisten. Wie herinnert zich nog de tijd van Mart Smeets? Met alle respect, hoor, een hele aardige journalist. Toen hij voetbal deed bij Studiosport, dat was nooit goed. Ik ben zo blij dat hij niet meer voetbal doet. He, Tom Egbert tegenwoordig zei, dat is wel leuk. Weet je wel, dat kreeg gewoon wel altijd positief. Je kunt gewoon altijd negatief zijn. En zo kun je ook in de kerk zitten. Dan gaan we het eventjes het lijntje doortrekken. Je hebt natuurlijk de voetballers, dat is Remco. He, spits, moet voorop lopen. Wacht op een balletje, dat hij erin kan schieten. En een aantal andere leiders, die helpen ook. Een soort kern, zeg maar 20% meester van de kerk. Die zijn altijd bezig om alles te doen. En dan komt de tribunevolk, weet je wel. Het komt zondag binnen, gaat lekker zitten. Straks even koffie drinken, heerlijk. Ik hoef niks te doen. Even genieten, even geëntertained worden. Mooie band, heel veel bands, heel veel kerken hebben helemaal niet zo'n band. Maar gewoon lekker muziek, lekker zingen, halleluja. En dan heb je natuurlijk ook nog een aantal mensen helemaal op de achterbank van, nou, ik zal eens kijken hoe het wordt vandaag. Nou, ik vind het toch eigenlijk, de muziek staat te hard. Of de muziek staat niet hard genoeg. Oh, die wordt vals gezongen. En die voorganger van ons, die kan ook niet stilstaan. Altijd maar bewegen. Kunnen we het een beetje? Ja. En ik zie daar iemand voorin zitten en die heeft een hoedje op. Die komt zeker uit de gereformeerde kerk. Ja. Weet je wel, niks is goed. Iemand zei een keer tegen me, als niks goed is, ja, dan kan het ook nooit goed zijn. Ja, weet je, bij welke groep hoor jij? Ben jij een van de voetballers op het veld? Ben je een van de mensen die gewoon meehelpt om de cup binnen te halen? Of ben je een van de mensen op de tribune die zegt van, nou, ik vind het allemaal wel leuk. Allemaal, ik hoef niks te doen, ik geniet gewoon, ik heb mijn kaartje betaald. Hup, 1 euro in de bak. En dan, jij vindt voetbal leuk, hè? Kijk, nou, hij doet mee. Of ben je iemand die alleen maar kritiek heeft? Ik kan je eerlijk zeggen, God heeft geen behoefte aan criticasters. God kan begrijpen dat je aan het begin, als je net binnenkomt in de kerk, dat je gewoon op de tribune zit en dat je even zit te kijken. Dat mag. Maar als je hier langer dan 3 maanden bent, zullen we maar gewoon heel duidelijk maken, dan wordt het tijd dat je iets gaat doen. Dat je gaat vragen, kan ik koffie schenken? Kan ik helpen bij de kledingbeurs? Kan ik misschien iets doen voor de kerk? Kan ik stofzuigen? Jullie mannen van die mooie gebedskaarten. Dat je vraagt aan de pastoor van, geef mij 3 mensen waar ik deze week gewoon iedere dag voor kan bidden. Verzin alsjeblieft iets. Er is altijd wel iets te doen in het huis van God. Maar ga niet aan de zijlijn staan. Voetbal mee. En dit is geen traditioneel voetbal waar maar 22 voetballers mee mogen doen. Er mogen 100 mensen op het veld staan. Halleluja. Maakt niet uit. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, want stel je nou voor hé, dat we gewoon met 25 of 30 man op het veld staan, oranje. En dan de tegenstander is 11 man. Dan gaan we winnen. Zo is dat. Alleen dat we gewoon een meerderheid zijn. God wil gewoon iets nieuws doen hier in Heerlen. Halleluja. Nog 1 ding over cultuur van eer. In het huis van God zijn huisregels. Stel je nou eens voor dat jij gewoon in je eigen huis, je hebt keurig dat huis gekocht. Hypotheek staat, betaalt netjes, keurig ingericht. En ik vind, nou, ik zal wat mensen ontvangen, die mogen hier ook zijn. Die komen binnen en die doen gewoon wat ze zelf zin in hebben. Jij hebt als Surinamer de regel om de schoenen uit te hebben. Ja? Klopt dat? Die regel hebben wij ook hoor. Ik heb vroeger het huis gedeeld met een Surinaamse vriend. Sinds die tijd trek ik mijn schoenen uit. Ik denk van toch veel netter. Ja. Hij zegt van ja, je weet niet wat er allemaal op straat ligt. Zegt ze, waar? Doe mijn schoenen maar uit. Dus je komt in een Surinaams huis. Dan trek je je schoenen uit. Maar ja, jij denkt van ja, ik ga mijn schoenen niet uittrekken. Ik ban je gewoon naar binnen met mijn baggerschoenen. Nee. Ja. Je houdt je niet aan de regels. Die persoon van wie het huis is,
voelt hij zich dan nog thuis in zijn eigen huis? Nee. Je kijkt de hele tijd naar jouw schoenen. Je durft er niks van te zeggen, want je zegt, ja, ik wil je ook niet de deur uitjagen. Zal ik je nog een kopje koffie geven? Ja, maar ja, over een half uurtje dan moet ik wel wat anders doen. Ik kan niet zo lang maken. Ja, heel on-Surinaams om dat te zeggen. Maar ja, die vieze vloerman, die moet snel schoongemaakt worden. Huisregels, ieder huis heeft zijn regels. En die verschillen soms een klein beetje, maar in dit huis zijn regels. Je kunt niet hier in dit huis komen zonder dat je je gaat houden aan de regels. Deze kerk is niet vrijheid, blijheid. Het klinkt raar, maar het is echt waar. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen tot geloof komen en dat ze denken van nu kan ik alles doen wat ik wil. Waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Halleluja. Nou, dat is natuurlijk een prachtige Bijbeltekst, maar dat is niet wat daar bedoeld wordt. De vrijheid waarover de Bijbel spreekt, is de vrijheid om te kunnen doen waar je geen zin in hebt. Dat is echte vrijheid. Ik sprak eens een keer, ja, jullie kijken me allemaal aan, zeggen, is dat de vrijheid? Ja, dat is vrijheid. Ik sprak eens een keer met een collega en zei, ik doe alleen maar waar ik zin in heb. Ik dacht erover, nou, dat is een hele gebonden man. Hij kan alleen maar doen waar hij zin in heeft. Ja, ik hou niet van tandenpoetsen. Eerlijk waar, ik vind het een vervelend klusje. Ik doe het toch. Maar ja, ik ben vrij, want ik kan dingen doen waar ik geen zin in heb. Halleluja. En als ik dan bij de tandarts kom, dan heb ik geen gaatjes. Hè? En ik hoef ook niet bij de mondhygiëne, dan hoef ik ook niet zo te schrapen. Dat is niet nodig, want ik heb gewoon mijn tanden gepoetst. Ik heb iets gedaan waar ik geen zin in had, maar wat wel heel goed was. Dat is echt de vrijheid, dat je kunt doen waar jij geen zin in hebt. En ik kan je dit zeggen, Jezus is niet alleen gestorven om je de zonde te vergeven. Jezus is gekomen om je te bevrijden van zonde. Dat je niet meer hoeft te zondigen. Jij bent geen zondaar meer. Je hoeft niet meer te doen waar je zin in hebt. Jij kan gaan doen waar je eigenlijk diep in je hart al lang van weet, dat moet ik doen. Jij kunt gaan leven naar je geweten. Je hoeft niet meer te leven naar je gevoel. Je kan leven naar je geweten. Dat is wat God wil doen hier in ons midden. Als jij gewoon je gevoel blijft volgen, van ik ga dit doen, ik ga dat doen. Oh, ik heb afgesproken dat ik de toiletten zou schoonmaken in de kerk, maar ik heb vandaag geen zin, dat ga ik niet doen. Weet je, als je zo leeft, dan kan het huis van God niet gebouwd worden. Maar als jij zegt van ik ga doen waar ik geen zin in heb, waarvan ik weet dat het goed is om te doen, dan zul je zien dat in no time wordt dit een huis waarvan God zegt van dit is niet alleen mijn huis, dit is ook mijn thuis. Want de mensen die maken het echt mij naar de zin. En dan gebeurt het grote wonder. Als jij je thuis voelt in jouw eigen huis, hoe ga jij je gedragen? Wat ga je doen als jij je echt thuis voelt in je eigen huis? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat doe jij als je gewoon helemaal thuis bent? Jij gaat zingen en dansen. Dat is een hele goeie. Maar dan hou jij ook van zingen en dansen. Ja, precies. Dat is ook. Wat ga jij doen als je thuis bent en je voelt je helemaal thuis? Eten. Halleluja. Pepernoten. Geen pepernoot, ik hou van pepernoot. Ja. Wat ga jij doen als je thuis voelt? Ontspannen. Maar wat doe je als je ontspant? Niks? Voet op tafel? Ja. Maar mij thuis mocht dat niet, voet op tafel. Maar in zijn huis, als hij zich thuis voelt, dan doet hij dus voet op tafel. Het is zijn huis namelijk. Hij mag de voet op tafel leggen als hij dat wil. Toch? Als God zich thuis voelt, dan gaat hij gewoon zichzelf worden. Dan gaat hij zich niet meer houden aan allerlei regels die mensen stellen. Dan gaat hij doen waar God zin in heeft. En als God doet waar hij zin in heeft, wat ga je zien? Waar houdt God van? God houdt van mensen, dat is waar. Dus als God zich thuis voelt en hij gaat doen waar hij zin in heeft, dan gaan mensen de liefde van God ervaren. Als God zich thuis voelt en hij doet waar hij zin in heeft, dan gaat hij mensen genezen. Hoef je niks voor te doen. Geen ingewikkelde procedures te volgen. Hij gaat gewoon mensen genezen. Mensen worden gewoon bevrijd. Mensen worden vernieuwd in hun denken. Relaties worden hersteld. De kerk wordt opgebouwd. Er is een geestelijke tegenwoordigheid hier waarvan
niet-christenen of nog niet-christenen van binnenkomen en zeggen, wat hebben jullie hier? Hier wil ik graag zijn. Ik snap niks van Jezus, ik snap niks van God, maar dit is wat ik wil meemaken. Als God zichzelf mag zijn, dan doet hij alles wat in zijn hart leeft om te doen. En dat willen we toch. Wij willen toch dat God in ons midden is en dat hij gewoon doet wat hij graag wil doen. De Bijbel zegt dat God een redder is, dat hij een genezer is, dat hij een bevrijder is. Dat hij inzicht geeft, dat hij kennis geeft, dat hij herstelt, dat hij is onze bron, onze zelfs geld, hij geeft middelen, hij geeft ideeën, hij maakt mensen helemaal heel, hij is een heelmaker. Als wij een huis bouwen waarvan we kunnen zeggen, God voelt zich thuis hier, dan gaan we bovennatuurlijke dingen meemaken. En dat is wat we willen. God wil gewoon in ons midden zijn. Hij verlangt hier in Heerlen gewoon een huis te hebben waar hij helemaal zichzelf kan zijn. Waar hij desnoods de voet op tafel kan leggen. Omdat hij weet van deze mensen maakt het mij zo naar de zin. Die vinden het zo geweldig dat ik hier ben. Die ontzeggen zich allerlei dingen zodat ik hier kan zijn. Dan ga ik ook wat voor hun doen. Dan ga ik gewoon aan de slag. Dan ga ik genezen, bevrijden, redden. Ga ik al die mooie dingen doen. En dan kan je zeggen, dat is Gods plan voor Park City Church. God wil een thuis. En hij wil Park City Church zijn thuis maken waar hij zich thuis voelt. Halleluja. Is dat goed nieuws? Ja.